props voor de Ice Rocker. En de Batskapa. 2003. Ah ja, hoe zat het ook alweer met onze heroes in de zeros? De muziekbusiness wordt op zijn kop gezet. iTunes opent een online muziekwinkel. En na amper één week zijn al meer dan 1 miljoen songs verkocht. Beyoncé doet het ook niet slecht. Met haar debuutalbum Dangerously in Love wint ze maar liefst 5 Grammys. Je zou denken, de nieuwe Queen of Pop is geboren. Oma Madonna kan er niet mee lachen. En wil ook nog eens tof doen. Tijdens de MTV Awards draait ze Britney Spears en Christina Aguilera een tong. Blech. Met de King of Pop, Michael Jackson, gaat het ook van kwaad naar erger. Hij wordt opgepakt voor kindermisbruik. Elders wordt Desert Hero Saddam Hussein dan weer opgepakt. Hij zat in de put. Dichter bij huis wint Epo Hero Lance Armstrong zijn 5e Tour de France. Juju Hénin klopt zich intussen naar de nummer 1 van de wereld. En Vlaanderen vindt eindelijk ook zijn eerste idool, Peter Everaert. Ja, het was me wat met die heroes in de zeros. Q Music. De top 500 van de zeros.